Nationaal monument Kamp Vught is gevestigd op een deel van het voormalige SS-concentrationslager Herzogenbusch, ook wel bekend als Kamp Vught. Op een plek waar nu een modern herinneringscentrum staat, werden in 1943 en 1944 ruim 31.000 mensen gevangen gehouden. In 1986 is de stichting Nationaal Monument Kamp Vught opgericht. Dankzij de inspanningen van de stichting kon op een klein gedeelte van het voormalige kampterrein een nationaal monument worden gerealiseerd. Vandaag de dag geeft het museum een beeld van hoe mensen dader, slachtoffer of omstander werden. Buiten zijn de authentieke kampgracht en het crematorium met reconstructies van barak en wachttorens. Op deze historisch beladen plek worden herinneringen levend gehouden aan de geschiedenis van het kamp en de slachtoffers. Kamp Vught heeft maar een hele korte tijd bestaan, anderhalf jaar slechts. Maar een onuitwisbaar stempel gedrukt op het landschap en ook op de geschiedenis van Vught. In anderhalf jaar tijd hebben ruim 31.000 mensen hier verbleven, gedwongen. 12.000 Joden, voor wie Vught slechts een doorgangskamp was. En 19.000 anderen, waaronder heel veel politieke gevangenen en verzetsmensen. Na die anderhalf jaar tijd hebben ook vele andere groepen weer op deze plek gedwongen verbleven. En het is die totale geschiedenis van 75, 80 jaar op deze plek die wij hier in Monumentkamp Vught vertellen. Waarbij uiteraard de nadruk ligt op datgene wat hier in de oorlogsjaren 43, 44 allemaal is gebeurd. Het Nationaal Monument Kamp Vught is een herinneringscentrum en dat betekent dat wij een deel van het authentieke terrein van Kamp Vught beheren. Een aantal authentieke gebouwen staan hier nog, zoals het crematorium en barak 1B. En ook de omheining is nog deels authentiek aanwezig. En verder hebben we ook dingen gereconstrueerd, zodat je hier, als nergens anders in Nederland, ook de ervaring kunt hebben van een concentratiekamp waar je binnenstapt als het ware. We hebben een museum waarin we vertellen hoe het tot een concentratiekamp in Vught kon komen, wie hier allemaal naartoe werden gestuurd en welke functie die concentratiekampen hadden. En we vertellen veel over de mensen die hier hebben gezeten, dus er worden veel persoonlijke verhalen verteld. Er zijn films, er zijn objecten, je kunt rondwandelen, er is een audiotour waarmee je ook heel veel extra informatie krijgt. En voor kinderen is er een speurtocht en zijn allerlei andere dingen in ontwikkeling. En we organiseren door het hele jaar heen allerlei activiteiten voor het publiek. Ja, voor iedereen is het anders wat je hier ervaart. Voor iedereen is sowieso de confrontatie met de plek, de wetenschap dat het allemaal hier gebeurd is op deze plek, dat is voor bijna iedereen heel indrukwekkend. En ja, daarnaast heb je dan het kindermonument wat herinnert aan de kindertransporten vanuit Kamp Vught, wat heel veel indruk maakt. Je hebt het bunkerdrama verhaal, je hebt natuurlijk de tentoonstelling, je hebt de wisselexposities waarin we telkens op verschillende verhalen van toen en van nu inzoomen. Want wat ook heel belangrijk is op deze plek is dat het niet alleen een verhaal is van 75 jaar geleden, maar ook nog steeds een hele actuele betekenis heeft voor ons vandaag de dag. En we proberen op deze plek die brug te slaan. Monument Kamp Vught mag zich in een steeds toenemende belangstelling verheugen. Vorig jaar hadden wij 82.000 mensen op bezoek, jong en oud, uit heel Nederland en ook daarbuiten. Steeds meer buitenlandse bezoekers weten de weg naar Monument Kamp Vught te vinden. En de helft, ongeveer 35.000, 40.000 van onze bezoekers, dat zijn scholieren die in schoolverband hier naartoe komen. Als blijk van de erkenning gold voor ons allemaal toch zeker ook de museumprijs, de Bank Giro Loterij Museumprijs die wij vorig jaar kregen. En waarin ook in de omschrijving daarvan werd uitgesproken juist dat wij zo'n krachtige plek hier beheren waarbij informatie en beleving zo optimaal samengaan. En dat is een prijs waar wij heel trots op zijn en die denk ik ook wel de bezoekers duidelijk maakt dat hier echt wel iets te leren valt, maar ook iets te beleven valt. En dat is denk ik een belangrijke combinatie.
Wij doen er alles aan om een bezoek aan Monument Kamp Vught ook in de toekomst nog interessanter te maken. We zijn momenteel drukdoende om de vaste presentatie te vernieuwen. Dat gaat over enkele jaar gebeuren. En denken ook aan verbeteringen en professionalisering om bijvoorbeeld groepen beter te kunnen ontvangen. En daarmee denk ik dat we dit verleden ook voor de toekomst zullen waarborgen. En daarmee ook van grote betekenis zullen zijn voor Vught en omstreken. En we zijn er ook heel trots op dat wij een van de schatten mogen zijn van Vught. Een bezoek aan Vught begint hier. Bezoek Vught.nl